Ja. Hi. Nou, dit is dus de Ypsilon. Om even de connectie te maken met de naam en de vormetaal. En die zie je hier eigenlijk meteen. Hè, dat is een omgedraaide Ypsilon. Jasper, ben je er ook? Jazeker. Zou je erbij kunnen komen? Natuurlijk. Ja. Hallo. Nee, ik ben er niet blij mee. Ik ben er super trots op. Dat we dit resultaat hebben kunnen bereiken. Weet je, soms gaat het om, in het leven gaat het om wat je absoluut niet wil. En weet je, we wilden niet nog een anoniem bureau maken. We wilden niet nog een karakterlozer bureau maken. Dan weet je in ieder geval heel veel dingen die je niet wil doen. Wat zie je nou? Wat zie jij nou? Daar gaat het heel erg om. Dus voor mij is bijvoorbeeld deze naad hier, die doorgaat in de stof. Maar ook hè, dat er naden hier ook weer terugkomen. En dat je het kan opknippen met bepaalde kleuren. Hè? Want nu hebben we gezegd, nou je geeft het een dip. Maar het is ook heel makkelijk om te zeggen, nou dit wordt wit en we maken dit helemaal grijs. Ik vind zeg maar hoe dingen onder de motorkap eruit zien ook belangrijk. Dan kun je niet zonder iemand als Jasper. Dat is een soort van Willy Wortel van Noord-Nederland. En je vertelde al heel over de vorm en de mooie en zo, maar die techniek, dat is wel een dingetje. En dan gingen we dan even nadenken wat dan het beste zou zijn voor het geheel. Maar... Ja, ik heb dat uiteraard niet alleen gedaan. Ik heb samen met een team van een constructeur en een modellenmaker al die proto's gebouwd, getest, mislukt, verbeterd. En uiteindelijk staat er vinden wij, een perfect werkende tafel. Je moet ook aan allerlei voorwaarden voldoen, zodat je hier zeg maar op gaat zitten of gedrukt, dat die niet omkiepert. De laatste paar jaren ligt de nadruk steeds meer ook op gezondheid. En daar is WELL Standards, wat uit Amerika ook komt, een goed voorbeeld van. Nou, en daar hebben we ook aan willen voldoen met dit ontwerp. Als je hem door wilt gebouwen, en dan kun je gewoon dit uitwisselen. Kun je weer zo'n schot eraan vastmaken, kun je hem zo lang maken als je wilt. Ja, ik zou het fantastisch vinden om hem een keer met nepbond uit te voeren.